Nou, yes. Dan zijn we hier op het Middellandse circuit, in Lelystad. Maar ik kan lekker rondjes rijden. Ah, mooi op tijd klaar zijn, yes. Abba. Voorin sturen en de apex aantikken, hoogte pakken, doorkijken, allerbelangrijkste gelijkmatige snelheid iets versnellen, kan natuurlijk altijd. Die mooie ruimte zoeken. Inzetten, niet te vroeg insturen, tik de apex aan, hoppakee, doorkijken blijft het allerbelangrijkste. Sturen. Hoppakee. Nou, we hebben straks een scherpe bocht naar links. Pak ik nu helemaal de hoogte in. Niet te vroeg insturen. En tik je hier de apex aan. Pap. Hier was minder apex, maar oké. Okay. Snelheid voor de bocht regelen. Nou, op het circuit remmen ze ook nog vaak wel bij met de voorrem. Ja, zwaartepunt verlagen, had ik begrepen van de specialisten. Maar niet echt hard remmen natuurlijk. Maar begin maar eens met goed te kijken. En de snelheid goed te regelen. Gaat hij goed? Oh, als je die af en toe uit de versnelling, van 2 naar 1, dat doet niet altijd. Ja. Probeer in ieder geval ver vooruit te blijven kijken, dat is toch wel lastig. Snelheid van tevoren goed regelen, bocht inzetten en doorkijken naar je einddoel. Soms zie je dat je nog een beetje in de bocht kijkt en dan kijk je soms iets wat zoekende. Dus iets verder kijken en investeer maar van tevoren, dat gaat maar niet te hard in. Maar probeer op het moment dat je de bocht in gaat, dat je ook zeker de bocht in gaat, door meteen ook je doel te zoeken. Misschien kun je daar nog wat mee winnen. Ja. Oh, lekker de vrijheid even. Wat. Niet te vroeg insturen. Door blijven kijken, yes. Hoogte zoeken. Hoogte zoeken, ja, kijken. Apex opzoeken. Yep. Pak je ruimte. Tractie houden. Uitaccelereren. Blijven kijken. Dat is een
mooi baantje hier in Lelystad. Mooi kort. Snelheden zijn niet zo hoog dat het echt fout kan gaan. Ja, je moet altijd oppassen natuurlijk. Zoeken, zoeken, zoeken. Verschillende stuurtechnieken mogelijk natuurlijk, zeker op zo'n baan. Meeleunen, inleunen, korte werk misschien heel iets inkantelen. Maar over het algemeen meeleunen en inleunen is de techniek die het meeste gebruikt wordt op het circuit. Voor informatie halen, doel zoeken. Als je in de bocht niet te veel doet met je gas en je rem, althans extreem gas geven, extreem remmen, dan loopt het ook vloeiend en dan rij je eigenlijk redelijk zonder risico. Ah, die was niet helemaal mooi, maar volledig geconcentreerd blijven. Steuntje de grond, nou ja. Een meneer met een dikke Kawa 2 liter. Nou ja, met zo'n motor kun je natuurlijk ook niet zo heel schuin. Tijd wel snelheid regelen. Dus eigenlijk je iets eerder klaar bent met het vertragen. Ietsje verder doorkijken. Ja, dan kan je ook wat iets wat zoekende lijn. Steuntje, ja, moet nog een beetje afgesleten worden natuurlijk. Hoog inzetten, maar wel blijven kijken naar je doel. Kijk, een lichte stuurdruk. Dan zie je als je wat meer rondjes rijdt, dan komt het vertrouwen ook wel weer een beetje. Dan kun je natuurlijk voorkomen door zelf iets rechter te gaan zitten en wat meer die motor wat rechter te houden en zelf wat meer naast de motor te hangen. Dat is dan de inleunen. Dan is je kans natuurlijk kleiner. Opbouwen, yes.
zoveel mogelijk het gas gelijk houden. Dus niet te veel gas willen geven, dan moet je later weer gas dicht doen. En dan krijg je ook wat, wat zoekende lijnen van de bocht. Gelijkmatig lichttrekkende motor. Dan iets later insturen. Kijk, dan pak je die apex. Zie je dat hij net iets te vroeg heeft ingestuurd, waardoor hij niet helemaal lekker uitkomt. Je stuurt hem eigenlijk net iets te vroeg in. Dat wordt een beetje een, steeds op dezelfde manier, maar dat geeft niet. Oh, leuk om een beetje mee te spelen. Vincent de motor trainen. Nou. Ja, die kan natuurlijk wel een beetje. Hoe gaat die? Beetje goed. Ja, leuk. Ik voel wel. Ja, maar. Kijk, als het maar groeide, als je voor jezelf natuurlijk voelt van hey, dit gaat iets makkelijker door bepaalde ja, tips en tricks, zeg maar. Ja, goed. Ik denk hè, gewoon als je net even iets eerder klaar bent, dat je het gemak krijgt en uiteindelijk is het iets makkelijker. Die eerste bocht daar, hè? Ja. Die kan er doorheen rijden. Die is er één. Die ja. Is er één in principe. Ja. Maar dan wil nog wel eens achterwiel vastslaan als ik me op ja. Moet komen. Ja. Ik op dat klopt, dat zei Vincent in één. Nou, ik zelf kies ook gewoon de twee. Voor ja. Mij kun je een beetje met koppeling pakken. Dat is een beetje persoonlijk, hè? Twee met een beetje koppeling. Ja, zou ook kunnen, een optie. Maar het mooiste is als je maar wel tractie houdt, de aandrijving houdt. Dat is wel het mooiste. Dus dat kan in principe. Rijd gewoon hard nog. Ben ik niet klaar. Nee, maar als je maar aandrijving hebt. Kijk, als je hem met twee hebt en je hebt tractie, dan heb je gewoon aandrijving. Ook al is hij slippend, dat maakt niet uit. Kijk, want uiteindelijk de versnelling bepaalt niet de snelheid. Hè? Dus als jij een bepaalde snelheid hebt waar die in de 2 net iets te langzaam en de 1 net eigenlijk iets te snel gaat. Nou, maar als je maar wel stuwing heeft, ja. Dat is het mooiste eigenlijk. Ah, gewoon lekker spelen. Ah, loopt dat wel lekker toch? Wat zeg je? Loopt wel lekker toch? Ik vind het fantastisch dit. Ja, mooi. Dit is het mooiste. Ja. Nou, loopt ook wel lekker vloeiend, hè, die bochten. Kijk er goed door, mooie gelijkmatige snelheid. Het mooiste vind ik wat ik vandaag geleerd heb, dat tikkie.
Okay. Die lange bochten, weet je wel. Ja, 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 ja. Gewoon rustig wel even tikken, kijken wat hij doet. Maar dan gaat hij inderdaad. Dat Ja. Maar het is vooral bij de wat langzamere bochten of ook die wat snellere? Nee, deze grote. Oh ja, oké. Okay. Nee, dat gaat je thuis zien. Ja, precies. Maar ja, dan ga je gaat echt zo. Ja. Je zit zo aan de bocht, weet je wel. Dat is jammer. Ja. Maar nee, ik vind het helemaal leuk. Ja, je kan natuurlijk met zo'n motor, hè, kun je proberen die motor wat recht te houden en dat je zelf wat meer gaat hangen. Dus dan krijg je wat meer het inleunen van die motor. Dat zijn finnets, je moet wat meer naar buiten hangen, zegt hij. Ja. Hij zegt, want je komt eigenlijk lekker op in je gaten lopen. Omdat je hellingshoeken natuurlijk niet zo groot zijn, dan is dat wel mooi om even, want ik had bij mijn motor, nou daar heb ik redelijke grondspeling, maar zat ik ook een beetje iets te veel, laten we zeggen, iets te veel mee en soms iets tegen. Maar dan raakte een paar keer de voetsteunen de grond, dan ging ik ook wat meer naast hangen, dan ben je er eigenlijk vanaf. Ben je er vanaf? Ja. Nou, dan kun je die voetsteunen wel iets inklappen. Ik zie wel dat ik een hele andere lijn heb dan de andere jongens. Oh. Een hele andere. Ik heb meer ruimte nodig gewoon. Dat zie ik gewoon. Gewoon pakken die ruimte. Dat is wel zo. Ja. Ja, leuk. Nee, ik vind het helemaal super.